DorpsTV Achterveld. Voor en door Achtervelders. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Beste mensen, beste Achtervelders, hier in Achterveld of in de omgeving of elders waar ook jullie kijken naar deze opname. Ik sta hier nu tijdens de kerstmarkt in Achterveld en ik ben hier voorzitter van de locatieraad. En we zijn geweldig blij wat er de laatste jaren, 10 jaren, 15 jaren ontstaan is rond de kerst. Gisteravond was er een prachtig kerstconcert, de kerk helemaal vol. Eigen producties, eigen mensen die het doen, maar geweldige ambiance. Vandaag hebben we de kerstmarkt voor de Oekraïne. En er zijn heel veel mensen, er zijn heel veel vrijwilligers die allerlei zaken gemaakt hebben die verkocht worden. Buiten weer de tenten met glühwein en alles wat erbij hoort. Een geweldige sfeer. En dat gaat zo de hele dag door. En natuurlijk, over 14 dagen is het kerstmis. Het feest van het jaar, mag ik wel zeggen, wat sfeer en belangstelling betreft. En het geeft ook mooi aan hoe we onze kerk willen inzetten voor de dorpsgemeenschap. Niet alleen maar voor de puur religieuze zaken, die natuurlijk de kern blijven, de basis blijven. Maar de deuren staan open voor iedereen die hier positief naar binnen komt en iets mee wil maken. En dat is gebaseerd op vertrouwen, op iets over hebben voor elkaar en ook naar de toekomst toe willen opbouwen. En ik denk dat als we in de wereld dezelfde sfeer zouden hebben als we hier in ons dorp kunnen realiseren op dit moment, dat het er een stuk beter uit zou zien. En dat wens ik ons allemaal toe, dat we ook naar de toekomst toe een plezierige, positieve samenleving mogen hebben in Achterveld, in Nederland en in de hele wereld. Zalig kerstmis, gelukkig nieuwjaar en de groeten aan iedereen. Ik wil graag een kerstwens doen voor de organisatie van deze kerstmarkt. En voor alle vrijwilligers van Achterveld. En daarom hebben we ook zo'n gezellig dorp. En wij wensen jullie hele fijne feestdagen. En gelukkig nieuwjaar. Heel gelukkig nieuwjaar. Ja. Nou, ik wil iedereen een ontzettende fijne kerst toewensen en een heel goed 2015 en vrede op aarde. Iedereen en alle mensen over de hele wereld. Het was onze gewoonte om voor het naar bed gaan altijd nog even naar het journaal te kijken. Maar daar zijn we mee opgehouden omdat we ontdekten dat dat slecht was voor onze nachtrust. Daarom wensen wij iedereen vrede in het hart en dat daarmee ook de vrede in de hele wereld mag komen. Goede kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Voor iedereen. DorpsTV Achterveld. Voor en door Achtervelders.